Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen aartschemie 2018 vraag 5 en 6. Vraag 5. Een ernstig magnesiumtekort kan bij volwassenen worden behandeld door een dagelijkse intraveneuze toediening van 2,4 gram magnesiumsulfaat in 1 liter van een glucoseoplossing. Hoeveel millimol magnesium wordt op die manier dagelijks toegediend? En dan 4 opties. We gaan eventjes stellen. Wat weet ik? Ik weet, ik heb hier een massa gegeven en als ik een massa heb en ik heb een periodiek systeem, kan ik mijn aantal mol gaan berekenen en dat is eigenlijk wat gevraagd is. Dus wat ga ik doen? Ik neem mijn periodiek systeem erbij, ik pak mijn formuletje, mijn aantal mol is mijn massa gedeeld door mijn molaire massa. In mijn periodiek systeem reken ik uit magnesium plus zwavel plus 4 keer zuurstof, kom ik op 120,4 gram per mol uit. Als ik die door elkaar deel, kom ik hier op 0,020 mol. Maar wat is er gevraagd? Er is gevraagd millimol, dus wat moet ik nog doen? Eventjes omzetten en dan kom ik op 20 millimol uit. Enige juiste antwoord op vraag 5, antwoord B, 20 millimol. Vraag 6. Voor de reactie A plus B geeft C en D werd de reactiesnelheid V bepaald bij verschillende concentraties van de reagentia. De resultaten van het onderzoek staan hier in de tabel en ze vragen waarvoor staat die X hier en waarvoor staat die Y hier. En dan geven ze hier een aantal waardes, maar hier gaan we opnieuw een beetje rekenwerk hebben. Het eerste wat je natuurlijk moet opschrijven is onze formule voor reactiesnelheid. Reactiesnelheid is mijn snelheidsconstante maal de concentratie van A tot de X-te, concentratie van B tot de Y-de. En hier opletten, die coëfficiënten die hebben hier niks mee te maken. Dus dat is wel bij bijvoorbeeld chemisch evenwicht en zo, maar voor die reactiesnelheid gaan we die experimenteel moeten bepalen. En daarom krijg je hier ook die verschillende experimentjes om te kijken van wat zou die twee kunnen zijn. Wat weet ik uit deze tabel? Ja, ik weet van experiment 1 en 2 weet ik al een hoop. Als ik eens ga kijken, ik zie als hier A maal 2 gaat, dan zie ik hier dat die V dat die ook maal 2 gaat. En dat kan alleen maar als x gelijk is aan 1. Dus hier, als deze verdubbelt, dan gaat die ook verdubbelen. Dus hier hebben we coëfficiënt 1. Opletten, deze x is niet deze x, vandaar dat ik die coëfficiënten hier in het geel heb gezet. Dan ga ik eens naar mijn tweede experimentje en mijn vierde experimentje kijken. Wat zie ik? Ik zie hier als A blijft hetzelfde. Ik zie bij B gaat van 0,1 naar 0,2. En ik zie mijn reactiesnelheid die gaat van 0,003 naar 0,00. Dus dat kan alleen maar als B verdubbelt de reactiesnelheid. Dus Y moet ook gelijk zijn aan 1. En nu ik dus hier deze X en deze Y gevonden heb, kan ik eigenlijk weer een stukje verder. Want ik heb dus hier gevonden, die is 1, die is 1. En wat weet ik kan dan hier eigenlijk gewoon gaan invullen. Ik kan gaan zeggen 0,10, 0,10, 0,015 voor de reactiesnelheid. En mijn coëfficiënten zijn 1. En zo bereken ik mijn K, mijn evenwichtsconstante. De evenwichtsconstante, die is 0,15 en nu dat ik die weet, kan ik weer verder. Want als ik dan eens naar experimentje 3 kijk en ik weet mijn evenwichtsconstante 0,15, ik weet mijn concentraties van A en B, die moet ik tot de coëfficiënt tot de eerste macht doen, dan kom ik op x is 0,090. En ik kan hetzelfde eigenlijk gaan toepassen hier bij 5, want ik ken hier mijn reactiesnelheid, ik ken mijn evenwichtsconstante, ik zoek hier die y tot de eerste macht en ik ken die concentratie van B. Die y die staat hier natuurlijk voor die concentratie A. En als ik dat uittel, kom ik op y is 0,40. En dan maakt als enige de juiste antwoord voor vraag 6, antwoord A, waarbij x 0,090 is en y 0,40. Dat was het voor vraag 5 en 6. Ik zie jullie graag bij een volgende les. Dag!